Bravo, Matthijs. En dames en heren, hij is echt buiten adem. Dit is blijkbaar vermoeiend, hè? Ja, heel vermoeiend. Maar ben jij ook een drummer, percussionist, pianist en zo? Piano speel ik, gitaar en drum. Je moet dat wel kunnen om dit allemaal te bespelen, hè? En je hebt weer alles zelf gemaakt? Ja, alles zelf gemaakt met mijn papa dan. Ja. Wist jij echt van niks toen ze naar de school kwamen? Want uw papa die wist dat, hè? Die heeft goed gezwegen. Ho, ho, ho. Karen, wat vond je ervan? Goh, ik ben zo blij dat wij u die kans hebben gegeven. Want jij hebt die nu eens echt met twee handen gegrepen. Je hebt het nog zoveel straffer gemaakt. Je hebt zoveel moeite gedaan. En het is niet alleen super origineel, het is ook echt kei goed. Ja, of dat je in de finale zult geraken, dat hangt van de kijkers thuis af, vooral. Maar voor mijn part... Ik vind toch dat jij ook 7 miljoen views op YouTube verdient. Nou. Voilà. Goed gezegd, Karen. Ray, wat vond jij? I think there's a bit of a problem, Koen. This is not the Matthijs that we had in the auditions. Is it niet? It's a different one. He's smiling and confident and looking at the camera and looking at the people at home and looking at us. He's not the same boy. Hij is gegroeid. Hey, voel je je beter dan tijdens de auditie? Ja, veel beter. Komt het, Matthijs? Ik weet niet. Veel meer plezier erin gehad, misschien. Ja. Veel meer plezier erin gehad, Ray. I'll just say, Koen, Matthijs, whatever happens tonight, get your dad to translate this for you. You know, you have done something that is an example to all of the young kids watching this show. You were out and you were back in. You got knocked down and you got back up again. And you took this occasion to do it. So yes, well done. Rob, tot slot, wat vond jij? Wel ja, ik kan alleen maar mijn collega's bijtreden. Hè. Wat een verschil van tijdens de audities eigenlijk. Ja, jij voelde nu goed op het podium. Je was toen nog zo bedeesd en verlegen. En nu, zoals de Koen doet, zo met Clouseau altijd naar de camera kijken. Dus je hebt heel veel van Koen geleerd. En je voelde in je sas en je voelde ook het publiek. Was direct mee aan het zingen. Dat is een artiest. Voilà, je staat een artiest bij mij, zeg.